Met de enige echte en zijn zusje April. En we gaan hem vandaag opmaken als mij. Dus we gaan een tweede volle maken. Wat vind je daarvan? Leuk. Ja? Oké, nou we gaan gelijk beginnen. Ga jij beginnen? Je moet even eerst een wenkbrauw een beetje aan de goede kant kwasten. Kijk jongens, ik ben zelf ook geen professional, dus ja. Zijn wenkbrauw moet je zo kwasten aan die kant. Oké, April, wat vind je het meest vervelende aan je broer? Zijn hoofd. En wat nog meer? Zijn dikke buik. Maar hij is wel lief, toch zo? Ja, meestal. Ik toch helemaal die pot. Oké, kijk, April, nu zijn zijn wenkbrauw mooi strak. Oh ja. En dan gaan we nu een mooie oogschaduw zetten, ja? Mm-hmm. Oké, welke kleuren vind jij het mooist? Paars. Paars hebben we niet. Mm. Die? Die glitters. Oké, ga jij het op zijn ogen doen? Ik ga echt op een clown lijken. Niet zo drukken, zo maak je heel dik. Maar dit veeg je dus allemaal op je gezicht, op je wang. Ja, jij bent een model. Een model vraagt niet altijd zoveel wat er gebeurt. Oh, mooi hoor. Na deze video is het gelijk game over. Ebro, wat is je lievelingseten? Spaghetti. Wacht, nee, een duifje. Eeuw. Nee, dat is lekker. Stampotom duifje. Oké, apart. Zo, welke kleuren gaan we nog meer erbij? Want je kan meerdere kleuren oogschaduw doen, hè? Die. Of die groene. Die groene is mooi. Hé, hey, je mag niet kijken. Nee, oké, je mag niet kijken. Oké, als jij de oogschaduw vindt, doet, dan ga ik een beetje foundation zetten. Kijk jongens, maar we hebben niet zijn kleur foundation, dus we gaan een mijn kleur foundation maken. Hé, niet kijken. Kijk al niet. Hé, druk echt aan mijn oogbad eruit hoor. Hé, smeet iets nats op mijn wang. Ja, foundation. Is dat nat? Hij heeft een mooi meisje. Met een mooie baard. Mm-hmm. Alleen moet zijn baard nog af. Mm-hmm. En ze snor, dan is hij een meisje. Met lange haren. Ja. Zo, en we gaan ook een mooie eyeliner zetten. Welke kleur vind je mooi? Nee, niet jij. Roze. Roze? Gaan ze ook wimpers opplakken? Nooit. Echt. Maar dat zit vastgelijmd, toch? Nee, maar kun je eraf halen. Ik haal toch ook eraf. Ja, maar dat is toch die lijm op mijn wenkbrauw? Op je wimpers. Op mijn wimper. Ja, maar dat kan je gewoon afhalen. Ja, dus waarom moet ik die lijn eraf trekken? Gewoon trekken. Dat doe ik ook altijd. Mag ik eyeliner doen? Ja, maar je moet uitkijken dat het niet in zijn ogen. Maar je moet je ogen al dicht houden. Nee. Doe jij het alsjeblieft. Oké, okay, dat is goed. Ik moet niet met een bloed overlopen. Maar dit krijg ik wel allemaal weg zo, toch? Ja. Ik ben echt serieus, hè? Ja, tuurlijk. Mag ik lipgloss doen? Hé, mijn ogen worden nat van binnen. Hoe kan dat? Heb je dat nooit? Nee. Mag ik lipgloss doen? Dit is van Benefit. Dan moet je het hier zo onder zijn ogen doen. Oké. Okay. Oh. Ja, zo is goed hoor. Oké, en wat je dan doet, dan dep je het een beetje uit met de spons. Mag ik dat doen? Nee, gewoon dat doet het hoor. Oké, okay, kijk, deze poeder. Wacht, ik ga het zo doen. Moet je zo doen? Mm-hmm. Het slaat hem echt hard, hè? Ja. Het slaat hem echt hard, hoor. April, je hoeft niet erin te wrijven. Het zit al erop. April, vanaf hoe oud ga je make-up dragen? Ach. Wat? 8? 18. Oh, goed. Je zit niet al genoeg op. Ja, zo is goed hoor. Kijk, nu moet je met deze kwast uitkwasten. En dan moet je met deze poeder doen. Ja, zo is genoeg hoor. En dan moet je gewoon heel zijn gezicht vegen. Ja! Auw! Hé, je stam me gewoon in mijn oog.
goed bij zijn voorhoofd, hè? Oh, ja. Ja, zo is het goed, ja, hoor. Oké, dan gaan we nu door naar de wimpers. Nee, man. Jawel. Oh, dat moet ook, hè? Allemaal. Ja. We gaan eerst mascara doen. Ja. Dat kan echt niet, man. Je moet naar boven kijken. Naar boven kijken. Zo. Dat vind ik eng. Zo, en dan gaan we nu naar de wimpers. Die gaan we oppakken. Nee, maar dat doet pijn, toch? Nee, dat doet geen pijn, man. Nee, maar je gaat lijm smeren in mijn oog. Nee, niet in je oog. Het is gewoon vlak boven je oog. Hé, maar doet het echt rustig, hè? Want ja, ik wil echt geen lijm in mijn oog. Nee, is goed. En als ik het eraf trek, dan gaat het echt eraf, hè? Ja, ja. Het gaat echt niet vastplakken. Ik heb toch ook elke dag wimpers. Dus je ziet het, ja, maar het is praat de hele dag bij jou, toch? Ja, maar je kan er gewoon vanaf halen. Oh mijn god, hé. Dit toch? Plak het echt goed, hè? Ja. Anders krijg je gewoon echt ruzie, ik zweer het. Het brandt in mijn oog. Je boord. Het brandt in mijn oog. Het brandt niet. Het brandt niet? Lijkt op een bad bitch. Is het nu erop? Ja, wacht. Ik durf het niet open te doen. Nee, je moet eerst nog een beetje drogen, wachten. Blazen, blazen. Kan mijn oog openen? Ja. Kijk nu. Dit gaat echt niet, man. Hé, Ebo, je moet toch echt die pruik van me van boven pakken? Ja, zal ik het niet doen? Nee, wacht, we zijn bijna klaar met zijn gezicht. Hey, dit voelt echt niet lekker, man. Ik voel me echt niet comfortabel. Het is echt mijn ergste dag uit mijn leven. Maar we moeten nog lippenstift doen. Ja, ja, dan mag jij. Jij mag een mooie kleur lippenstift uitkiezen. Maar het is lijm, maar als je eraf trekt, gaat het gewoon eraf. Dus het is geen lijm. Het is wel lijm, maar voor op je oog. Deze wimpers zijn echt mooi. Ik snap echt niet waarom ik ze nooit draag. Oké, kies maar een mooie lippenstift uit. Hé, hey, dit is echt 10 keer niks. Ik durf gewoon mijn ogen niet open te doen. Eigenlijk echt zo met deze make-up en met die pruik gewoon naar de Albert Heijn willen gaan kijken hoe mensen reageren. Dan gaan we nu highlighter doen. Oh my god. Dan ben je de ultieme bad bitch. Deze niet meer doen. Dan moet je die op zijn wang doen. Hé, hey, je drukt het helemaal kapot, April. Oh nee, hier zo moet je doen. Zo. Ja. En ook op zijn neus. En boven zijn lip. En boven de wenkbrauw moet je het ook altijd doen. Zo. Mooi meisje. Doe mijn ogen open. Wauw. Nou, ik denk dat je heel veel jongens gek zou maken met deze look. Ik heb geen spiegel. Ben je er klaar voor? Ik zeg je eerlijk, ik wil echt gelijk slapen als dat klaar is. Hoor. Ik wil echt gelijk naar boven. Je lijkt op een Oompa-Loompa. Hey, dit ziet er echt niet uit, hè? Hi, girl! Hey, kijk hier. Nou jongens, wat vinden jullie van het resultaat? Zullen we eens even in? Ik kom van mijn water. Zo, mag ik dit maar doen? Willen jullie een grote zus hebben? Judeska, hè? Huh? Ik ga je klappen, hoor. Het enige wat je nodig hebt is nog nagels. Ja, Sanne, heb je toch nagels? Wat vinden jullie echt te ver, man? Ik vind het wel mooi.
Wel mooi hoor. Hij zou me wat doen, zeg maar. Kan niet, dat is te veel. Hey, dit is echt afschuwelijk, man. Gast, dit gaat sowieso. The baddest bee in Almere. Moet je ook kijken. Nou, jongens, ik ga weer. Lesjes afvliegen. Doei. Nou jongens, vonden jullie dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Zo, wat heb jij een mooie zus, zeg. Ja. En thanks ook Abby voor het filmen. Maakt niet uit hoor. Geen dank.